Welkom dames en heren bij de No Limits Week. Dit is aflevering 180 en we gaan gewoon lekker door met heel veel achtbanen bestrijden deze week tegen het onrecht en het kwaad. En vandaag hebben wij twee achtbanen van Timo Co. En hij stuurt altijd hele mooie baantjes. Je weet het, in de vorige aflevering had ik het ook over Timo. Hij heeft altijd heel erg, een beetje negatief commentaar lijkt het net. Maar je kan het ook zien als grote tips die hij geeft. En dat belooft dat hij zelf natuurlijk wel heel goed is in het spel. En dat gaan we dan ook heel kritisch beoordelen in twee coasters die hij heeft gestuurd. Eigenlijk totaal vier, maar ik heb het even gesplitst. Twee achtbanen in de vorige aflevering en twee in aflevering 180. En hij heeft dus een mailtje gestuurd en zegt: Vincent, ik heb hier gewoon vier nieuwe No Limits banen voor je heel veel plezier tegen bestrijden. Nou, ik ben heel erg benieuwd, Timoco, wat je volgende achtbaan is. Ik ben benieuwd naar Mino Tower. Ik hoop dat ik het goed zeg. En we hebben natuurlijk het venster erbij, die we er altijd bij gaan doen. Die doe ik altijd even onder mij. Oh, het regent. Het lijkt net Nederland hier. Jeetje. Zo, ik zet hem even onder mijn facecam. Dan kunnen jullie zien hoe hard de achtbaan gaat. Wat de G-krachtjes zijn, dat hebben we altijd bij alle afleveringen. Hebben we dat altijd paraat. In ieder geval onze optakeling. We kunnen niet heel ver zien hoe hoog die gaat door de mist. Ik zie het. Moet je kijken hoe mistig. Ik weet ook niet hoe hoog die gaat. We gaan in ieder geval met 12 kilometer gaan we de lucht in. En ik heb het gevoel dat deze achtbaan gaat om de snelheid. Echt een snelheidsduiveltje. Zo noemen we dat altijd. De Mino Tower. Doe me ook denken aan een of andere dino-soort. Waarschijnlijk omdat het woordje Ino erin zit en een tower. Weet je wel, een Taurosaurus. Weet ik veel die naam allemaal. Maar in ieder geval, ik kan nog niet echt een thema eruit ontdekken. Want ik zie alleen maar bomen en wat bergomgevingen gedaan. Maar geen custom objecten. Misschien komen we die later tegen in de map. We gaan eens kijken wat deze achtbaan ons gaat bieden. Onze eerste drop, dames en heren, naar de afgrond. Een mooie snelheid. Halen we de 120 kilometer? Ik denk het wel. 127 kilometer gaan we hier. Oh, mooi zonnetje ook. Het regent en de zon schijnt. Daar komt een regenboog van. En de tweede drop gaan we hier met wat remmen tussendoor. Dat moet waarschijnlijk wel inderdaad. Hij gaat waarschijnlijk zo hard dat hij gewoon wat moet remmen. Gaan we hier langs het gras komen bij. Hoppakee, dit gaat lekker. Zo'n heerlijke. Dit is echt weer zo'n snelheidsduivel. Ik zeg het je eerlijk. Zo'n grote bocht hier zo. Mooie kleuren trouwens, gewoon lekker simpel. Een rode baan en grijze ondersteuning. En ook heeft hij dat terug laten komen in de bankjes of in de stoel, in de achtbaankarretjes eigenlijk. Gaan we hier vlak langs die bosjes over het water heen met een mooi bochtje. Beetje schuin. Nog een stukje schuin hier zo. Gaan we over het water, komen we onder de achtbaan door. Langs die prachtige ondersteuning. En dan krijgen we natuurlijk even een stukje dat we even op adem kunnen komen. Even gewoon een beetje remmen. Met 20 kilometer gaan we naar de volgende daling. Hebben we daar ook. Het leek net op een looping in de verte. Maar dat was het niet. Het is gewoon lekker voor die airtime. Hoppakee. We halen nog steeds bijna de meer dan 78 kilometer per uur. 78,5. Dat is lekker. Mooie snelheid. We gaan langs de boom. We zitten al aardig laag bij de oppervlakte. Dat betekent maar één ding. Dat we bijna zijn aangekomen bij het eind van de achtbaan. En hopzakaas. Dit was heel vet. Misschien had hij met. De bomen waren wel leuk gedaan trouwens. Heel gaaf gedaan. Ik wil er nog even overheen vliegen als het kan. Hij heeft op zich wel aan de omgeving gedacht. Het is echt een ontzettend grote baan. Ik vind het wel echt heel gaaf dat hij heeft gekozen voor mist. Want dan kan je niet heel veel zien van de omgeving. En dan verwacht je juist dat hij heel veel van de omgeving niet bouwt. Maar hij heeft toch eraan gedacht en dat is heel goed. Dus ook leuk met dat water zo gespeeld. We gaan snel door naar zijn volgende en ook weer de laatste achtbaan die hij heeft ingestuurd. En dat is de Hulk. En bij de Hulk moet ik ook weer denken aan een snelheidsduivel. Gewoon Hulk groot. Het kan ook zo'n lanceercoaster zijn. Een beetje zo'n King Daka idee. Weet je wat? Dat de Hulk ook bovenaan staat. Die je komt opwachten. Ik ben erg benieuwd, de Hulk. Ik ben ook heel erg fan van Marvel. En dat is niet omdat het bij Disney hoorde. Want vroeger hoorde het niet eens bij Disney. Als ik dat goed zeg. Als ik het verkeerd zeg, moet je me even corrigeren. Maar ik geloof dat Marvel pas later bij Disney kwam. En Marvel is altijd heel goed geweest. Ik ben geen fan van de Hulk. Waarom? Het karakter is niet alleen bij mij. Bij heel veel mensen is het karakter een beetje simpel, een beetje saai. Maar ik geloof in de nieuwe Thor-film, als je een beetje Marvel volgt. In de nieuwe Thor-film, dan krijgt de Hulk een wat groter, tussen haakjes, grotere rol. En dan wordt er wat meer over hem uitgelegd. Dus dan weet je ook misschien wel wie zijn moeder is. Of die ook zo lelijk is, dat weten we niet. We gaan het vanzelf zien. Maar volgens mij wordt dit wel weer een achtbaan die gaat om snelheid. Een beetje een Goliath idee geloof ik. En we halen zeker de 110 km per uur. Dat moet ik even gokken. We halen de 103 km. Ik zit er al in twee achtbanen niet heel ver naast. En Timo Co heeft hier een lekker baantje gemaakt. Lekker voor die airtime. Hoeft niet eens over de kop te gaan. Het gaat gewoon om snelheid en om die bochten. Maar jammer van het type achtbaan, omdat ik die al net in de vorige achtbaan had meegemaakt.
Ik had misschien nog wel een Woody willen zien. Of misschien wel een kinderbaantje of zo. Maar goed, ik ben benieuwd wat zijn volgende opdracht wordt. Je moet altijd een eis stellen voor jezelf. We gaan langs het water. Schitterende weerspiegeling in het water. Gaan weer onder de ondersteuning door. En hier met schuine bochtjes komen we hier bijna het einde aan. Nog een mooi bochtje. Lekker slingeren. Daar hou ik wel van. Wel een heel goed baantje trouwens. En ja, lekker vlot. We zijn ook snel bij het station. En terwijl het volgende karretje netjes vertrekt, komen wij later weer aan. En dan gaan wij naar de volgende achtbaan. En die volgende achtbaan is de Hells Angels. Wow, dat klinkt een beetje als die motorgang, weet je wel. Die zit altijd op die motors. En die doen niks anders dan uit de neus eten. En ja, nou ja, dat doen ze gewoon. Maar in ieder geval, deze achtbaan is van meneer geen idee. Beste Vincent, ik heb weer een achtbaan voor je No Limits afleveringen. Dit is mijn vijfde achtbaan, genaamd de Hells Angels. Vernoemd naar de motorbende. Veel plezier met het bestrijden tegen onrecht. Nou, ik vind het heel tof dat je groetjes Mika. Dus de meneer geen idee is ontmaskerd, dames en heren. Hij heet Mika. Dus dan weten we dat gelijk. Als er iemand van de meneer geen idee verschijnt, dan kunnen wij Mika erop aanspreken dat hij het gewoon is. Nou, helemaal goed. Maakt me helemaal niks uit. Mika, ik ben benieuwd wat jouw achtbaan gaat worden. Hells Angels. Oh, natuurlijk zitten op motors. Logisch. Anders... Ja, tuurlijk. Oh mijn god, dit is lang geleden dat ik zo'n achtbaan heb gedaan. Op motors. Dat is echt super gaaf. Een lanceerachtbaan. Zo ziet het er naar uit. En dan gaan we met een snelheid van 80. Halen we de 80 zeker weten. We halen nog meer dan 80. 117 kilometer worden hier afgeschoten. Nou, lekker hoog zijn we. Ik denk bijna op het hoogste punt van de achtbaan. Leuke omgeving. Oh, dit is gaaf. Leuk van die wiekjes in de verte. We gaan een beetje schuin. Echt een hele snelle snelheid. 110 kilometer. Dat is echt wel heel snel voor een... Ja, ik kan het niet echt meer een kinderachtbaan noemen nu. Ik kan het meer gewoon een harde trailrijd noemen eigenlijk. Heel leuk. We gaan zelfs over de kop op die boosters. Dat lijkt me best wel heel creepy. Ja, ik weet niet of dat echt zo veilig is. Ik weet niet of dat realistisch is bij zo'n achtbaan. Ik vond die van Toverland al een hele unieke leuke ervaring toen ik die voor het eerst deed. Maar spannend. In ieder geval, de achtbaan gaat op zich wel heel leuk. Ik vind het origineel. Ik vind die ondersteuning heel tof daar zo. Beetje in zo'n ronde spiraalvorm. Heel vet. Grote bocht. En we gaan weer door. Ik had hem even op pauze moeten zetten. Ik kreeg een mailtje op mijn telefoon. En daarin werd er gewoon nog een achtbaan opgestuurd. Ik heb zoiets van, jongens, jullie sturen zoveel achtbanen op. Ik moet gewoon dadelijk twee kanalen bij gaan maken voor deze serie. Nee, dat is natuurlijk onzin. In ieder geval, de Hells Angel. Ik vond het heel tof. Leuk gedaan, Mika. Ik vond het heel origineel. En ook wel best wel uitdagend wat je hebt gemaakt. En dat maakt het heel tof. Dus bedankt, Mika, voor je inzending. Ik vond het heel leuk om dit een keer te doen. De volgende, voor mij wordt het echt een hele snelle aflevering. De volgende achtbaan is de Flash. En die is ingezonden door Wouter van der Wallen. En hij zegt, beste Vincent, nou dat zal ik wel zijn. Ik heb een achtbaan gemaakt voor u. Ach, waarom zeggen mensen u? Of hij komt uit België, of hij is gewoon heel netjes opgevoed. Dat kan, hè. Als je met u spreekt, dan vind ik dat netjes, maar dan voel ik me ook weer gelijk zo oud. Maar goed, het is goed bedoeld, dus ik ga er gewoon naar. De achtbaan heet de Flash. De vorige achtbaan was goed ontvangen, dus ik heb er gewoon nog één gemaakt. Ik hoop ook dat u... Ik hoop dat u deze ook heel erg leuk vindt. Nou, dat is even de vraag altijd. Hè. Het is altijd spannend, maar als jij er zeker van bent dat jij je best hebt gedaan... en je bent er zeker van dat dit beter is dan je vorige achtbaan... dan moet dat helemaal goed gaan komen. We komen hier bij een soort van... ja, een soort mainstreetje misschien. Ik mis er wel een beetje een bodem of in ieder geval een vloertje... Maar leuk die lantaarnpaaltjes en die bankjes tussendoor. Maar waar we voor komen is natuurlijk de achtbaan. Oh, leuk ook die huisjes daar zo met ook twee van die winkeltjes. En daar komt de achtbaan aan. Het is gewoon een wing, heet dat een wing rider of zo? In ieder geval, we gaan aan de zijkant van de achtbaan zitten wij langs de rails. Dat maakt het altijd leuk. Ik wacht even tot netjes de poortjes gaan openen van... Voilà, treedt u binnen met deze prachtige coaster. Komt u maar. Alsjeblieft, dank u wel. Hartelijk, vriendelijk, bedankt. Super tof. Heel gaaf. Mag ik gaan zitten? Mag het alsjeblieft? Ja, het mag zeker. Oké, welk stoeltje gaan we kiezen? Er zijn zoveel plekjes, maar waar moeten wij gaan kiezen? We kunnen gewoon een keer aan de andere kant zitten. Ik doe altijd zo heel cliché dat ik altijd aan die kant ga zitten. Maar waarom gaan we niet hier aan de buitenkant zitten? Helemaal aan de rechterkant. Nou, ik ben benieuwd. En als het goed is, als de poortjes dicht gaan, dan gaan ook de beugels dicht. En dan kunnen wij gaan vertrekken met deze Flash-achtbaan. Heel veel rook. We gaan een tunnel in. Dat maakt het wel heel mysterieus. Maar dan gaat hij ook weer naar boven, zie ik. Tussen die boompjes door. Dus ik denk dat daar een optakeling komt. Of een lancering. Moet even gaan kijken. Ik denk een lancering. Zou dat kunnen? Misschien wel. We staan stil. Het zou kunnen dat wij omhoog worden gelanceerd.
Ik weet dat Giovanni, jullie kennen hem wel, gewoon Gio. Gio, die houdt heel erg van The Flash. En ik moet de serie nog steeds zien. We hebben het eerst over de Hulk en nu hebben we het over de Flash. We hebben het alleen maar over superhelden hier zo. In ieder geval, een superhelden aflevering is nooit mis. We gaan hier met 153 kilometer onder de grond. Komen hier aan met een prachtige Immelman. Is het een Immelman? Ik geloof dat het een Immelman heet. Ik ben natuurlijk al die elementen uit mijn hoofd aan het leren. Maar in ieder geval, je kan me altijd corrigeren of helpen door te reageren. Hoe en wat. Nou, dan gaan we hier langzaam met een barrelrol. Gaan we hier over de kop, over het water. En dan komen we aan bij een heuveltje. Dit is een heerlijk soepel baantje. Ik vind het echt een fantastische rit. Echt waar. Wouter, echt heel tof werk. Ik ben alleen maar onder de indruk. Wat een heerlijk baantje. Ook dat we gewoon lekker langs die zijk. Ik wil ook in zo'n achtbaan. Ik ben gewoon nog nooit zo'n type achtbaan geweest. Ik weet dat er heel veel types zijn op de wereld. Maar dit is nog eentje die er ontbreekt. Die eigenlijk nog een vinkje nodig heb in mijn achtbaanlijstje. Maar echt heerlijk. Wat een baantje. Dit was echt de beste achtbaan van deze aflevering. Zeker weten. En dat in de No Limits Week. Deze week op mijn kanaal. In ieder geval, dit was de achtbaan. En dit was ook de aflevering. Laat vooral een dikke duim achter. En laat ook in de reacties weten welke achtbaan jij het vetst vond. Van al deze achtbaan die ik heb bestreden. Tegen het andere. Jullie weten het wel. Tot de volgende keer. Doei doei.